podcast of hope, moving towards happiness. Nou, hallo allemaal. Leuk dat je kijkt en of luistert naar de podcast of hope. De podcast met als centrale thema geluk. Vandaag hebben we twee nieuwe gasten uitgenodigd. Roos en Merlijn. Nou, stel jullie even voor, zou ik zeggen. Nou, ik ben Roos en ik ben kunstenaar onder de naam Roos Art. En ik maak street art, hele grote muurschilderingen. En ik ben Merlijn. Ik ben vrijwilliger eerst en doorgegaan naar stagiair. En ben met het MDT-project begonnen en ben nu begeleider daarin geworden. Dus, Ja, top. Jullie zitten hier natuurlijk samen voor een reden. Want jullie doen samen een MDT-project. Ja, we zijn begonnen met Van Zooi naar Mooi. En daarmee gaan we de straat proberen op te knappen en in Westervoort en Duiven voornamelijk nu nog bezig met de... we willen de vandalisme naar beneden halen door het mooi te maken van tevoren, zodat er minder overheen gespoten wordt of beschadigingen komen. Ja, precies. Je bedoelt dan het graffiti, van, als in het vandalisme wat je zojuist noemde. Ja, graffiti, vandalisme, maar ook gewoon beschadiging van gebouwen enzovoort. Kan je dat goed wegwerken met verf eroverheen? Of ik is denk... dat niet wat je daarmee bedoelt? Doe je ook andere dingen dan alleen eroverheen spuiten? Ik denk dat jij dat beter weet, of je beschadigingen goed weg kan werken. Je hebt graffiti en street art. En graffiti zijn echt letters en street art zijn plaatjes. Hmm. En graffiti wordt vaak gezien als vandalisme natuurlijk. En ik wil nou niet zeggen dat je met street art dus over graffiti heen gaat. Het zijn twee compleet verschillende werelden. Maar jij, je kan met spuitbus natuurlijk een mooi plaatje maken wat wel veel mensen aanspreekt in de buurt. En daardoor de buurt een mooiere look geeft. Ja, precies op die manier. En wat voor dingen maak je dan zoal? Of loopt het heel erg uiteen? Nou, ik maak heel realistisch werk met spuitbus. Mijn specialiteit zijn echte portretten. Maar ik kan alles maken wat je wil. Maar het leukste vind ik om echt mensen te schilderen. Iets grappigs. Dus het kan politiek gericht zijn of wat dan ook. Iets waar mensen naar kijken en dat een boodschap heeft waar ze over na gaan denken. Ja, ik had al een werk van je gezien met Trump en Poetin. Die vond ik zelf wel heel grappig, moet ik zeggen. Ja, en mooi ook trouwens. Het is inderdaad heel realistisch wat je maakt. Ja, dat klopt. Ja, thanks. Ja, nou, wij gaan bij de podcast vooral hebben over geluk. En ik vraag me af, hoe definiëren jullie geluk? Wat is geluk voor jullie? Voor mij zit geluk echt in relaties die je aangaat met mensen. Want ik heb zelf ervaren dat... Ja, zodra je geld verdient, hè, dat brengt enige vorm van geluk. Of je koopspullen, dat brengt ook geluk. Maar dat houdt nooit op. Die put is oneindig. Je wil steeds meer en steeds meer. En hetzelfde met bekendheid, wat ik ook al enigszins heb kunnen ervaren. En ik dacht altijd dat dat mij geluk zou brengen. Dat dat echt je doel moet zijn in het leven. Ik denk als je veel mensen vraagt, veel jonge mensen van... Wat wil je bereiken in het leven? Zegt ze, ik wil bekend worden, ik wil rijk worden. Precies. Enzovoort. Maar ik denk dat, heel cliché, dat het daar niet in ligt. Maar het zit echt in de connecties die je hebt met mensen. En dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait, denk ik. Echt de kwaliteit van je relatie. Heeft corona dat ook moeilijker gemaakt voor jou? Ja, het heeft de relatie met mijn familie heel erg versterkt natuurlijk. Ja. En met mijn vriend. Maar ja, andere... relaties, bijvoorbeeld die mensen die je ziet tijdens sporten of echt je vrienden met uitgaan, ja, dat is allemaal wat minder, dus dat is wel jammer. Ja, precies, dat valt inderdaad allemaal weg. Maar heb je daar hele drastische veranderingen in, hoe gelukkig je je voelt door ervaren, of valt dat toch wel mee? Nou, de mensen die je om je heen hebt, de kleine groep mensen, daarmee wordt de band wel echt veel sterker. Ja, precies. Dus uiteindelijk voel je dan toch gelukkiger misschien. Ja, het heeft er meer met kwaliteit te maken in plaats van kwantiteit. Ja, precies. Ja. Oh, ja. En jij? Kun je daar een beetje in vinden of is het voor jou heel anders? Nee, ik ben er totaal over eens. Ik ben heel druk bezig ook met vrienden, een kleinere groep. Maar de band wordt gewoon steeds sterker. En
ik heb vrienden nu van jaren en jaren. En eigenlijk heb ik niet veel nieuwe vrienden. Maar ik heb een hele goede en sterke groep vrienden. Ja, precies. In plaats van een kleine... Het is gewoon een kleine familie. Ja, ja. En dat die jezelf uitkiest. Ja, die jezelf uitkiest. Ja. Normaal heb je familie niet voor het kiezen, maar in mijn ogen is dat mijn familie geworden. Ja. Dus daar ben ik super blij mee. En mooi. Dat is voor mij geluk. En voor de rest, in een voorwerp of iets, ik zal het nooit vinden, denk ik. Maar ik bind me heel erg aan herinneringen van andere personen. Ja, precies. Dus eigenlijk wat jullie allebei zeggen, ligt het bij relaties, bij andere personen. En vriendschap zou ik, dus met dat woord zou ik het samen kunnen vatten, denk ik. Ja. Nee, ik denk ook heel veel dingen die, waarvan je zou zeggen, dat maakt mij gelukkig, zijn ook bijvoorbeeld momenten die je met je vrienden misschien, of met je mensen die heel dichtbij je staan, beleeft. Ja. Ja, cool. En bij Hope XXL willen we dus de hele wereld aan het eind van de eeuw zorgen dat die hun leven met een 8 kunnen beoordelen. Qua geluk, ja, zitten jullie daar al een beetje in de buurt? Absoluut. Ik zou mijn eigen leven met een 9 beoordelen, denk ik. Ja? Ja. Ik leef in het nu. Ik heb altijd al in het nu geleefd. En ik volg altijd mijn eigen hart al, sinds kleins af aan. En al is het zwaar of moeilijk, dan krijg je weer een uitdaging waar je op kan verheugen. En op die manier bouw ik mijn leven op. En ja, dat brengt mijn leven tot waar ik nu zit. Ik zit hier nu met een reden. Ik ben met meerdere dingen bezig. Ik kan mensen helpen. Dus dat is wel een unieke perspectief. Want dat je ook zegt als er dan wat rots gebeurt, dat je er ook wel weer iets heel moois uit kan halen. Ja, het geeft een uitdaging. En daar ben ik super blij mee. Want ik hou van een uitdaging hebben. En anders ga ik me vervelen. Ja. Dan zit ik thuis achter een computer en dan ben ik daarmee bezig. Niks voor mij. Ja, nee, precies. Ik wil lekker bezig zijn. Ik hoorde je net ook zeggen, ik kan mensen helpen. Is dat belangrijk voor jou in jouw definitie van geluk? Het absoluut. Het moment dat ik iemand een glimlach kan bezorgen, dan is het voor mij al de hele dag is goed. Dan is die hele dag is gewoon, kan niet fout gaan, wat er ook gebeurt eigenlijk bijna. Ja, en heel nobel eigenlijk ben je. Ja, heel mijn leven al geleerd, van kleins af aan. Dankbaarheid is heel belangrijk. Ja, ja, absoluut. Ik heb ooit gehoord van Oprah, ze zei, je moet 3 dingen opschrijven elke dag waar je dankbaar voor bent. En dat heb ik een tijdje gedaan. Echt dingen van, iemand liep me voor in het verkeer of zo. Kleine dat soort dingen moest je doen. Iemand gaf me een taart of weet ik het. En als je dat opschrijft en je kijkt naar een maand terug, denk je, wow, in mijn leven is eigenlijk best wel leuk. Want je vergeet zoveel dingen op een dag, toch? Die kleine dingen waar je dankbaar voor bent. Maar daardoor werd ik ook veel gelukkiger of zo. Heel cliché. Maar waarom ben je er dan mee gestopt? Ja, misschien moet ik het waar weer oppakken. Ja, weet ik ook. Ja, dat soort dingen verwateren dan ook. Hè. Dan, ja. Ik denk dat dat het inderdaad zoiets is. Want ik heb ook al een tijd iets soortgelijks gedaan, ja. Maar dan stop je daar dan toch op een gegeven moment mee. Oh, raar. Ja, een beetje als een dagboek bijhouden misschien zelfs. Ja, ja. Ja. Ja, en ik denk als je dat op een gegeven moment heel veel doet, die geluksmomenten opschrijven, dat je ze misschien ook meer waardeert als ze dan gebeuren. Dat je met de alert op denkt, dit is weer zo'n momentje. Ja, maar überhaupt dat je ze kan herinneren, denk ik, is heel belangrijk. Want net wat jij zegt, op een gegeven moment dan vergeet je ze gewoon. Ik kan me niet meer herinneren wat er 13 dagen geleden, wat voor leuke dingen ik heb mee. Ja, misschien als ik heel goed nadenk wel, maar niet die kleine dingen waar je het inderdaad over hebt, bijvoorbeeld. Voorgelaten in het verkeer. Zou het niet meer weten van toen. Nee, precies. Eigenlijk dat is een droom. Maar misschien helpt het ook als je 's avonds in bed gewoon even heel bewust bent van, waar ben ik dankbaar voor vandaag? Ja. Dan hoef je niet per se op te schrijven, maar gewoon even een beetje nadenken erover. Ja, of je vertelt het tegen iemand of zo. Ja. Je hebt het er even over. Ja, ik zag het bijvoorbeeld ook een keer in een video of zo, dat volgens mij waren dat Tibetaanse monniken, maar ik weet niet of het echt is, maar dat ze, als ze wakker worden, dan mediteren ze ook even met het idee van, ik ben toch weer wakker geworden vandaag. Dat soort dingen, dat is ook wel heel erg
toch wel fijn dat je weer wakker wordt op een dag misschien. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ja, dat is heel vanzelfsprekend. Maar eigenlijk het was ook zo'n saai gesprek geweest als je niet wakker was geworden. Ja. Dan had je hier ook zo gezeten. Wel gewoon hier neergezet, maar niet wakker geworden. Dan ben ik weer teleurgesteld dat niemand een dokter heeft gebeld. Ja, precies. Maar je zei een 9 had je gezegd, volgens mij, hè? Maar waar zit hem dan die 10 in? Hoe zou je dat een 10 kunnen maken? Of? Geen idee. Ik denk dat ik nog zit met dat ik... ik ben fietsenmaker. En ik zie mezelf er niet in doorzetten voor jarenlang. En daar ben ik nu de opleiding voor aan het volgen van sociaal werker. En ik denk dat ik me daar die 10 uit kan krijgen als ik dat doe. Zodat ik meer mensen die lach kan bezorgen. Ja, dus op het moment dat je echt doet wat je wil. Ja, wanneer ik doe wat ik wil, dan denk ik dat het naar die 10 gaat. Nou, ja. En voor nu is het nog een 9, maar... En hoe lang duurt die opleiding nog? Ik ben net begonnen, dus 2 tot 4 jaar. Aangezien het is heel flexibel hoe lang je erover mag doen. Ja, zo lang is dat toch helemaal niet, 2 tot 4 jaar? Nee, valt mee. Als je dan op een 10 zit, dan is het hartstikke mooi, toch? Ja, ik heb net de opleiding fietstechniek afgerond, dus ik heb al een papiertje. Ja. En die kan ik altijd gebruiken als ik er op terug wil vallen. Zeker dus, waar. Precies. Dus je kunt nu gewoon doen wat je leuk vindt. Nee, niet van dat papiertje. Ja, dat is ook wel... Ja, wel fijn. En Roos, wat voor cijfer zou jij jezelf geven? Nou, momenteel denk ik 9,5. Want op dit moment ben ik wel een van de gelukkigste... Het gelukkigste, denk ik, van mijn leven. Omdat het zo goed gaat met mijn carrière. En ik heb mijn relatie en mijn familie en mijn vrienden. Maar er is altijd een beetje ruimte voor verbetering, denk ik. Want ik ben misschien soms te druk. Dus ik moet mezelf ook wat tijd gunnen nog voor zelfontwikkeling op ander gebied. Dus dan, vandaar nog die halve punt. Ja, en het is vooral druk met je street art dus. Ja, met mijn bedrijf. Ja, ja. En als je dat verwacht toen je daaraan begon, dat het zo druk ging worden? Nee, want het ging super snel allemaal. Ik ben nog maar 2 jaar bezig en... Ik heb nu al een groot naam gemaakt in de street art wereld. Maar het voelt alsof je in een soort achtbaan zit. En je kan het ook niet echt meten of zo. Bekendheid bijvoorbeeld of wat dan ook. Maar ja, je merkt wel dat het heel goed gaat en zo. Nou, als ik je naam google, dan kom je wel als eerste in de search bar te staan. Dus in dat opzicht ben je wel heel bekend, hè? Ja, het begint te komen. Ja, ja, precies. Maar de meeste kunstenaars worden pas echt bekend na hun dood. Oh, dus, ja, dat is wel waar, hè? Ja. Dus dan zou je eigenlijk nooit weten hoe dat uitpakt. Nee. Ik hoop dat je nog even mee mag maken. Maar ik denk dat het verschil daarin wel is dat de vroegere kunstenaars hadden geen platform als social media en zo. Ja. En ik denk dat kunstenaars van nu wel heel erg hun bekendheid kunnen krijgen in de tijd van nu, op die manier. Ja, en ik denk ook, want ik hoor dus dat je door heel de wereld bezig bent. Dat is ook wel iets wat tegenwoordig kan, maar vroeger eigenlijk niet. Ja, super verwend ben ik natuurlijk. Ik kan voor een paar tientjes dan wel aan de overkant van de wereld vliegen. Dus en als je jong bent, ik heb nog geen gezin, geen hypotheek die hoeft betalen. Dus je bent ook heel vrij, je kan overal nog naartoe. Dus daar geniet ik ook nog van nu ik jong ben. En ik denk dat als je ouder bent, je nog steeds de tijd voor vrij kan maken. Maar ja, dat de reis is zo leuk. Dus, dat is echt kan ik me voorstellen. Maar zie je jezelf echt als verwend, ja? Want ik bedoel, je doet het natuurlijk wel allemaal zelf. Hè? Je bent zelf goed in street art, zoals je bijvoorbeeld ook op die foto's kan zien op het scherm. Ik bedoel, ik vind het zelf hartstikke mooi. Ja, niet verwend op dat gebied, maar ik bedoel met het reizen natuurlijk. Vroeger waren die kansen er niet voor veel mensen. Dan moest je echt heel rijk zijn, wil je kunnen vliegen. Dan. Ja, maar ik werk er hartstikke hard voor. Ik maak hele lange dagen. Ik denk niet dat veel mensen dat ook zo zouden kunnen zoals ik. Want je moet veel opofferen, zeg maar. Je hebt weinig tijd voor andere dingen. Ja. Maar de vraag is van, als je iets wil, ben je ook bereid dingen ervoor op te offeren. Dus, zeker. Dat is belangrijk. Maar je zegt inderdaad dat je veel tijd kwijt bent. Maar hoe moet ik dat dan zien? Hoe deel je die tijd in? Heb je meerdere projecten die tegelijk lopen? En hoe lang ben je dan op een dag met één project bezig? Hoe,
Hoe moet ik dat ongeveer voor me zien? Nou, ik krijg bijna elke dag nieuwe aanvragen. Dus ja, echt cool. Ontzettend veel. Ik heb een ziekteresse nodig, dus als iemand zich aanbiedt. ik schilder bijna elke dag. En sommige rustdagen ben ik dus bezig met designs. Hmm. En ja, eigenlijk ben ik van 's ochtends vroeg 6:30 sta ik op tot 's avonds 10:00 ben ik nog bezig met foto's editen of zo. Dus dit tempo kan ik ook niet aanhouden. Nee. Anders krijg je een burn-out. Dus straks, nadat ik een grote opdracht heb gedaan komende maand, ga ik even een maandje vrij nemen. Ja, en dan kunnen we weer tegenaan. Ja, inderdaad. Ja. Maar doe je dan op één dag, ben je dan met één project bezig of... Ja, maar projecten verschillen qua muur. Dus soms heb ik in één dag een muurschildering gemaakt. Maar het kan ook een week duren of een maand zelfs. Dus, ja. Want je liet net inderdaad, liet je voor de opname zien, dat project van hoeveel vierkante meter was het? Was 700 vierkante meter. Ja, want hoe lang denk je daar dan mee bezig te zijn? Want het is echt een bieloppervlakte zo groot. Nou, volgens mijn berekeningen 22 dagen. Ja, god. Maar ik denk dat het wel iets langer nog gaat duren. Maar het is echt een monsterklus, dus wel heel gaaf. Ja. Nou, top dat je hier nog even kan langskomen. Ja, waar vond je de tijd inderdaad? Maar goed, jullie doen dus samen dat MDT-project, hè? Ja. En nou vraag ik me dus af hoe... zit dat verworven in geluk? Je zegt al, je graag dingen voor anderen. Dat doe je in principe daar ook mee? Zoals je hier al ziet, we zijn met een klein groepje begonnen en er zijn ondertussen ook al meerdere bijgekomen. Maar het MDT is een beetje dat ze kunnen zichzelf ontwikkelen en kijken wat ze leuk vinden en op die manier zichzelf leren kennen. Ja. En voor de toekomst kijken wat ze willen. En ze kunnen er een klein zakcentje bij verdienen. €220, niet zo heel klein. Maar ja, het is het helpt ze. En, ja, dus het is ook gewoon geluk voor de mensen die eraan meewerken. Ja. Ja. En ook met het... mooier maken van de omgeving, daar zit misschien ook wel geluk in voor de mensen. Misschien op een wat kleinere schaal, maar ja, zoals al zei, dat is ook best belangrijk. Ja, absoluut. Ik denk ook dat het bij de skateparken bijvoorbeeld heel erg zou helpen. Dat momenteel is er bij skateparken af en toe dat er racistische opmerkingen of zo opgedeerd zijn of zo. Ja. En dat is gewoon niet... Nee, dan voel je je niet fijn als je daar aan het skaten bent. Nee. En nu heb ik deze avond ben ik samen met Sanne, dat is een van die meiden, zijn we nog samen een beetje bezig gegaan met het skatepark, alvast de kleine blokken enzovoort een beetje beschilderen. En op die manier hopen we dat dat minder snel vandalisme gepleegd zal worden. Ja. En vernieling enzovoort. Want op deze foto zie je jou inderdaad staan met een groep meiden. Maar maken zij die art of help je daar zelf ook aan mee? Ik heb zelf een klein beetje gespoten, maar ik heb voornamelijk... Zoe, dat is degene die links van mij staat. Ja. Die heeft me nog een beetje geholpen. Ja. En ja, die heeft eigenlijk bijna alles gedaan. En in de tussentijd heb ik nog een paar jongens gevraagd op het skatepark of ze interesse hadden. En uiteindelijk heeft een groep jongens heeft ook nog wat gespoten en... Op die manier probeer ik iedereen een beetje te betrekken. Ja. En kijken tijdens het project ook een beetje met ze praten. Zodat je, als ze bezig zijn, dan gaan ze eerder dingen zeggen. Ook over thuissituaties enzovoort. En dan kan je ze sneller helpen met hun eigen problemen ook. Oh ja. En dat is inderdaad een beetje open. Ja, een vertrouwelijke omgeving ook. Ja. Oh ja. En op die manier kan je ze dan eerder helpen. En kijken wat ze nodig hebben. Ja, en mooi. Bij iedereen is het weer anders. Dus het is goed luisteren, goed kijken. En goed proberen te begrijpen. En dat is het moeilijkst. Maar doe je het dan eerder? Doe je dit project dan eerder daarom? Of echt om de straat er mooier uit te laten zien? Ik zou sowieso zeggen dat ik het... In eerste instantie ben ik het begonnen.
voor de jongeren. Alleen, ja. Ik heb zelf mijn moeder, die is een tekenaar geweest en fotomodel. En van daaruit ben ik ook voor kunst heel veel gaan kijken enzovoort. Ja, ja, ja. Dus ik weet er al wel iets van. Ook op die muur heb ik ook... Het staat hier niet in wat ik heb gespoten, maar ik heb daar ook een beetje bij gespoten. En daar is toen iemand anders, heeft de line art erbij gedaan en alles een beetje mooi opgemaakt. Dus... Ja, ja. Vind ik, ik vind die gorilla vooral... ja, die is wel cool. Ja, dat is mooi. Ja, volgens mij hebben ze daar... Iemand was ervoor gaan staan op een ladder en hebben ze om die persoon hebben ze heen gespoten. En de line artist die heeft er gorilla van gemaakt. Oh, wacht. Dat is de contour van een persoon. Ja, wauw. Wow. Ja, een sterke, sterk persoon dan inderdaad. Ja, dat stond ervoor volgens mij. Oh, niet, maar die is niet eens zo groot. Nee, ja, op een ladder hè. Zonde. En die zijn er omheen gaan spuiten heel breed. Dus, ja. Oh ja, precies. Ja, vast zeker zodat het niet op haar komt. Ja, 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 op die manier. Maar wat je net beschreef, hè, dat misschien... zit ik fout hoor, maar heeft dat niet ook een beetje te maken met social work, die studie die je wil doen? Misschien weet ik niet goed wat social work inhoudt hoor, maar waar je het over had met die mensen ook helpen. Social work is heel breed. Het is voornamelijk met mensen helpen. Ik doe het voornamelijk momenteel in de jeugddoelgroep. Ik ben zelf nog niet heel goed met ouderen. Dus ik ben er wel mee aan het werk. Alleen ik heb de begrippen niet altijd echt... Ja, oké, okay, ja. Dus, nee, maar inderdaad, dan sluit dit daar wel heel goed op aan, ja. Denk ik. Dat klopt, ja. En sommige die zie ik al 3 jaar en sommige die zie ik, heb ik daar voor het eerst gezien. Dus het is ook heel breed. En de een wordt door andere stagiairs geholpen, de andere die komen er speciaal voor gesprekken en sommige die komen er eigenlijk nooit echt. En die komen nu juist wel door het project. Ja. En hoe help jij hierbij mee? Nou ja, ik ben dus gevraagd om de kinderen te begeleiden. Dus ja, we hebben een groep kinderen verzameld. En ik ben daar naartoe gegaan en heb even het project ingeleid. En nou, zij gaan aan de slag met het zoeken van de muur. En met het uitwerken van een idee. En ik heb ze de opdracht meegegeven van... we gaan maken street artwerk, nog een schets, dus nog niet echt uitgevoerd. En iets grappigs, waar als mensen naar kijken dat ze er blij van worden, of dat er een verhaal achter zit misschien. En ga daarmee aan de slag. Dus die leerlingen hebben thuis wat schetsen gemaakt en die ga ik dan uitwerken en schilderen. Ja, dus ja. Samen met die leerlingen komen we straks tot mooie, meerdere mooie muurschilderingen. Maar waar doen jullie dit, zei je? In Duiven en Westervoort. Oh ja, Duiven en Westervoort. Ja, dat is super tof, want als die kinderen later groot zijn, staan die werken er hopelijk nog ja. steeds. Ja, precies. Ze voelen zich veel meer verbonden met de plaats. En ja, het is natuurlijk een heel tof project waarbij je de buurt mooi maakt. Dus het is een openbare ruimte waar veel mensen langskomen. Dus ja, hoe tof is het als je ergens een wandelingetje maakt en ineens zie je een toffe street art en je wordt er even blij van en je gaat weer door met je leven. Ja. Ja. Schrijf je het daarna even op in een boekje bij die 3 dingen inderdaad. Ja, nee. Leuke street art gezien, ja. Dat is het doel. Maar, ja. Ja, maar je bent dus eigenlijk wereldwijd actief, maar toch kies je ervoor om hier in de Liemers aan de slag te gaan. Ja, ik kom zelf uit Duisburg, meer Achterhoek. Maar ja, ik kan natuurlijk niet reizen door corona, anders zou ik wel in het buitenland zijn geweest. Maar ik haal nu superveel voldoening uit het mooi maken van mijn eigen omgeving. Ja. Dus ja, ik heb het wel een beetje ontdekt hoe mooi de Achterhoek is en hoe mooi Gelderland is. Dus dat is wel weer iets positiefs wat ik heb meegenomen van deze coronatijd. Ah, mooi. Ja. En als corona voorbij is, heb je dan weer iets in de agenda staan in het buitenland? Ja, ja, ik ga in juli wel weg. Gewoon een roadtrip doen. Op hoop van zegen, we zien wel waar we uitkomen. Hopelijk kan dat dan met coronatesten. Maar echt naar Azië vliegen nu durf ik nog niet aan. En zo niet echt verantwoord. Nee, precies. Zeker waar. Nee, dan moet je het inderdaad maar hier opzoeken. Maar ik krijg de indruk dat je het wel goed naar je zin hebt. Ja, druk genoeg de komende tijd. Ja. Ja. Ja, nou, we hebben ook gevraagd of jullie allebei wat mee wilden nemen. Wat jullie gelukkig maakt of wat jullie inspireert of zo. En ik, wat hebben jullie meegenomen?
Nou, wat mij inspireert zijn muurschilderingen. En ik kan geen muur meenemen. Dus ik dacht, waar begint het? Het begint bij een tekenboek. En ik teken alles digitaal. Dat is de toekomst. Misschien denken mensen van, dat is toch een beetje gek. Normaal doe je dat met pen, potlood en papier. Ja. Maar voor mij is het digitale tekenen echt iets. Het is een wereld gaat voor me open. Alles kan je maken. Ik heb mijn tekentablet meegenomen met allemaal ontwerpen. En dat is echt iets wat me inspireert. Ja. Teken je alleen digitaal of doe je het ook nog wel eens met pen en papier? Nee, ik teken nooit met pen en papier. Nee. Alles of digitaal. Potlaten. Ja, oké. Okay. Ja, dus toch een nieuwe generatie. Ja, ja, absoluut. Je kan alles zo uitgroeien, de kleuren veranderen. En dan kan je niet zomaar als je iets met potlood op papier hebt gezet. Nee, je zit ook met heel veel kunstvormen. Want muziek, dat is ook steeds meer digitaal. Omdat je gewoon veel meer mogelijkheden hebt. Ja, dat is allemaal digitaal. Ja, en uiteindelijk wordt het dan een kunstwerk. Dus dan maak je het wel weer fysiek. Dus, dat is zeker waar. De eerste schetsfase is zo heel makkelijk. Ja, precies. Ja, want ik heb bijvoorbeeld zelf, ook wat je zegt met muziek. Want als je bijvoorbeeld een muziekstuk componeert of zo, dan kan je inderdaad gewoon noten in zo'n notenbalk klikken. Maar ik vind het zelf, vind ik het heel leuk. En dat, ik weet niet, dat is denk ik, zo voelt dat voor mij. Het voelt heel ambachtelijk om het op papier te zetten met een potlood of een pen of zo. En ja, ik weet niet, dat vind ik zelf. Nou, in principe doe je hetzelfde met je iPad, toch? Want je hebt ook wel een pen daarbij. Ja, dat klopt. Ja, het is zo goed, de techniek, dat het gewoon net echt is. De druk is, je kan zacht drukken, hard drukken. Ja. Elke penseel kan je kiezen. Het is, alle kleuren. Ja. Het is gewoon efficiënter, maar dat vakmanschap zit er nog wel in, dan denk je. Ja, dat is ik snap wel, dat misschien de oude generatie denkt van, dit is vals spelen. Maar geloof me, dit wordt de toekomst. Ja, wend er maar aan. Ja. Ja, en ik denk dat zoiets inderdaad ook heel veel nieuwe deuren opent. Waar die oude generatie, waar je het over had, nooit over had gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Ja, zeker. En die ambacht zit hem alsnog in het schilderen zelf, uiteindelijk. Ja. Maar het is echt heel fijn. En Merlijn? Ik wist niet goed wat ik mee moest nemen. En ik ben, mijn vrienden is heel moeilijk mee te nemen, zomaar. Ja. En ik kan me voorstellen. Hetgene wat me geïnspireerd heeft naar het social werk, dat is ook weer een persoon. Odette, ook weer. Maar, dus ik heb gewoon besloten om een paar herinneringen mee te nemen van mijn vrienden van school. En zoals mijn ketting en een paar foto's van. Man. Ja. En de foto's. Dit was tijdens een festival op school, heel leuk. En gewoon goede herinneringen eraan meegenomen. En in principe is dat hetgeen wat mij uiteindelijk het meest dierbaar is. Je vrienden. Ja, mijn vrienden. Mm-hmm. Nou ja, stel jij nu maar een belangrijke vraag. Nee, ik wil eigenlijk zeggen, we zitten een beetje aan de tijd. Oh. Dus we moeten eigenlijk afronden. Oh. Ja. Sorry, ja. Joh. Dat ging snel. Ja. Maar heb ik nu echt alles verpest? Ja, je moet een beetje de sfeer verpesten. Maar bedankt voor het kijken en luisteren, jullie. En tot de volgende. Oh, dat was grap. En bedankt ook. Ja, wil je nog wat zeggen? Volg me op Instagram, Facebook, @RosaArtPaintings. Ja. Ik heb geen social media, zo. Nou, volg alleen Roos dan. Ja, volg haar. Veel succes met mij proberen te vinden. Je kan de Merlijn van de Toren in proberen te typen. Volgens mij is er een Facebook, die is niet van mij. Oh, gewoon een. Gewoon iemand die doet alsof. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of Hope. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify. En je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast@hope-xxl.com. Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen.
Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.